republiek in Duitsland. Zodra straks het licht en zo waar ieder hem bracht. Laat je dan gaan, laat de leeuw in je los. Arjen Robben stuurt ze meteen naar het bord. Daar is Van Nistelrooy, ja hij stift hem mooi. En voor Galit Boularus is ook een spitse prooi. Matthijs van Persie, Maduro en Kromkamp. Johnny Hattie gaat die aanvallers in de grond stampen. Van de Vaarten lang zaad op het middenveld. Philippe Cocu is altijd controlerend ingesteld. Deze jongens halen de finale plaats. En de rest van de wereld is zwaar verbaasd dus. Gaat op de lat, maar in de rebound maakt werd gescheiden de tas. Had het besprongen door Babel en Vennegoor of Hesseling. Twee grote gasten, damn, dat lijkt me best wel link. Net als Jaline, Sint Giovanni van Bronckhorst. Ze rennen heen en weer net als een motor die rondkroost. Ooyer neemt de map en speelt de map op de kleur. Hij wordt gedirigeerd door Nederlands langs de ster. Ed Wim van der Sar, dan ga erheen als je durft. Hij wordt bijgestaan door Timmer en Stekelenburg. 23 gasten die met Marco van Basten die beker gaan halen waar we al jaren op wachten. Kom op, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. Is de ware kaart.